Om meer wat licht op de zaak te werpen is onze gast nu in de studio, politicoloog Dave Sinardijn, Universiteit van Antwerpen en ook de Universiteit in Brussel, de VUB. Goedemorgen. Goedemorgen. De meningen zijn, dat is ook historisch, gigantisch verdeeld in deze. Er is nu dat compromis. Na al die jaren discussie, toch zien we geen spontane volksfeesten ontstaan in de straten. Nee. Nu, spontane uitbarstingen van volksvreugde, die had ik nog niet echt verwacht. Maar wat ik wel opmerkelijker vind, is dat ook de media al bij al hier niet al te veel aandacht aan besteden. Toch niet de Vlaamse media. Als je de kranten vandaag overloopt, er is geen enkele voorpagina die aan die historische splitsing tussen aanhalingstekens van BHV is gewijd. Raar genoeg hebben de Franstalige kranten er veel meer aandacht voor. Dus het is altijd een Vlaamse eis geweest. Het is aan de Vlaamse kant dat men er een prioriteit van heeft gemaakt, dat men het jarenlang op de agenda heeft gezet, dat men er allerlei verklaringen over heeft gedaan. En het is nu uiteindelijk vooral een Franstalige kant dat men ingaat op die splitsing die vandaag definitief wordt goedgekeurd in de Kamer. Ja. Mensen lijken nu vooral aan de Vlaamse kant heel erg te focussen op al die elementen die ook ten nadele zijn van de Vlamingen in het algemeen. Er lijkt een soort rationaliteit te zijn nedergedaald en men ontdekt dat achter dat symbooldossier en het feit dat het nu wel zwaar gesplitst is, toch minder goede gevolgen zijn. Ja, het is eigenlijk heel raar. Hè? Het lijkt alsof we jarenlang in een soort transe zijn geweest. Trouwens niet enkel aan Vlaamse kant, maar ook aan Franstalige kant. Waarbij BHV absoluut de grote prioriteit was. Dat moest gesplitst worden, of dat mocht absoluut niet gesplitst worden. Hè? Dat was een zaak van leven of dood aan beide kanten van de taalgrens. Aan Vlaamse kant wilden partijen niet tot regeringen toetreden voor het opgelost was. Er zijn regeringen overgevallen. Er zijn heel lang geen regeringen kunnen gevormd worden. Soms waren er wel eens mensen die probeerden om nu en dan eens een rationele opmerking over dat dossier te maken en die toen ook al zeiden van ja, maar uiteindelijk gaat het toch vooral om een symbooldossier. Een complex proces als de verfransing, die trouwens eigenlijk geen verfransing meer is, maar een ont-Nederlandsing. Ja. Dat zegt ook bijvoorbeeld Vlaams minister Bourgeois terecht. Een soort internationalisering. Dat ga je daar ook eigenlijk niet mee tegenhouden. Bovendien zal het gevolg zijn dat de Vlaamse Brusselaars geen verkozenen meer zullen hebben in de Kamer. Vlaamse partijen gaan ook één zetel verliezen. Al dat soort rationele opmerkingen die werden in die periode van de voorbije jaren allemaal wat weggeduwd, weggelachen. Dat werd niet gehoord, dat paste niet in het plaatje. En nu dat het dan eindelijk gesplitst geraakt, nu komen al die rationele opmerkingen wel bovendrijven. Vind ik een beetje raar. Ik vind eigenlijk, als we dan toch jarenlang het land in crisis hebben gestort voor die splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, dan moeten we nu ook niet meer komen aanzetten met relativerende rationele analyses. Dan moeten we nu ook maar de champagne ontkurken en de feestneus opzetten, denk ik. Wat dan niet gebeurt, is dat dan eigenlijk met voorbedachte raden bij die politici? Of beseften ze dat toen op dat moment, toen het zo hoog op de agenda stond, niet dat daar toch die negatieve elementen ook in zaten bij zo'n splitsing? Ja, je bent op een bepaald moment natuurlijk in een politieke dynamiek terechtgekomen. Politieke dynamiek die vooral in de verkiezingen van 2004 gestart is. Jean-Luc Dehaene, in zijn memoires die een aantal weken geleden gepubliceerd zijn, brengt daar wel een aantal interessante inzichten over. Is ook zeer kritisch voor zijn eigen partij. Want het is natuurlijk zo dat het probleem juridisch is ontstaan met die fameuze kieshervorming van Paars Groen, de invoering van die provinciale kieskringen, wat dan door het grondwettelijk hof als ongrondwettelijk is bestempeld. Maar als je terug gaat kijken naar de periode in 2003, wanneer dat arrest eerst is uitgekomen, dan zie je eigenlijk dat de eerste verklaringen van politici, zeker van de meerderheid, maar zelfs ook van de oppositie, eigenlijk al bij al redelijk gematigd zijn. Het is in mei 2003 geloof ik dat het eerste arrest over BHV naar buiten is gekomen. De rest van 2003 is dat niet echt een groot issue geweest. De eerste verklaringen waren van kijk, we zullen dat terug op tafel moeten leggen, daar terug over moeten onderhandelen enzovoort. Het is pas in 2004, in aanloop van de regionale verkiezingen van 2004, dat met name het kartel CD&V-NVA, dat toen net gevormd was, daar echt een issue van heeft gemaakt. Volgens Dehaene vooral om opportunistische redenen. CD&V zat in de oppositie, wou daar absoluut terug uit geraken. Dat dossier leek interessant om daarop in te zetten. Dehaene spreekt ook over populisme. Ik denk dat hij het dan heeft over uitspraken als 5 minuten politieke moed. Dat is toen een idee dat ingang heeft gevonden, dat de Vlamingen dat alleen zouden kunnen splitsen, dat op 5 minuten allemaal opgelost zou zijn. En bovendien werd er ook gezegd van dat arrest van het grondwettelijk hof, dat beveelt een splitsing aan
aan, ja, of dat legt een splitsing op, wat eigenlijk ook niet echt klopte natuurlijk. Ja. Interessant aan heel dat verhaal is ook de invloed van het feit dat de verkiezingen toen niet meer samenvielen. Hè. Want normaal gezien is het natuurlijk voor een partij als CD&V op dat moment bij verkiezingen zeer moeilijk om dat soort beloftes te doen. Want natuurlijk, ja, na de verkiezingen, als je dan die verkiezingen wint en zelf mee bestuur moet gaan voeren, ja, moet dan word je natuurlijk geconfronteerd met vervelende uitspraken als 5 minuten politieke moed en dan blijkt dat allemaal niet zo goed te lukken. Maar natuurlijk, het waren toen regionale verkiezingen. Dat was eigenlijk een federaal probleem, Brussel-Halle-Vilvoorde. Nee. Dus ja, op dat moment kon CD&V en VA zich perfect permitteren om daar allerlei gedurfde uitspraken over te doen, want het probleem zou uiteindelijk terechtkomen op de federale regeringstafel. Dus het was ook nog eens een manier om de federale regering wat onder druk te zetten. Alleen heeft men misschien niet lang genoeg op lange termijn de zaken bekeken, want in 2007, bij de verkiezingen toen, dan was het discours van CD&V en van Leterme al veel gematigder. Plots klonk het niet meer dat het op 5 minuten kon en eenzijdig. Nee, er moest onderhandeld worden over een oplossing, zelfs niet over een splitsing. Mm-hmm. Maar ja, ondertussen was natuurlijk heel die dynamiek in gang gezet. Waren ook de andere partijen trouwens, want die zijn even schuldig aan die dynamiek, SPA en VLD, waren daar ook volledig in meegestapt. Hadden ook allerlei stoere verklaringen gedaan. En goed, ja, die dynamiek was dan blijkbaar niet meer te stoppen. En ja, we kennen de rest dan van het verhaal. Eenzijdige splitsing, maar die dan altijd natuurlijk weer door belangenconflicten en dergelijke werden tegengehouden. Tot er dan eindelijk een onderhandelde oplossing toch kwam in 2011. Die er nu is met, laten we zeggen, de gekende negatieve gevolgen voor de Vlamingen. Men benadrukt heel erg, we horen dat Michel Dooms ook nog doen, dat men nu niet meer die Franstalige Brusselse politici zal zien opduiken op verkiezingsaffiches in Halle en Vilvoorde. Maar er bestaat nog altijd wel ook de kans dat daar een soort Union des Francophones lijst komt, dat men met een Franstalige lijst gaat opkomen en dat je eigenlijk alsnog dat soort affiches zal zien kunnen opduiken in Vlaams-Brabant. Ja, dat is natuurlijk zo. Hè. Dat is zo'n andere mythe die op een bepaald moment naar voren is gekomen, trouwens ook aan Vlaamse en aan Franstalige kant. Hè. Op een bepaald moment werd er gezegd van dan zullen Franstaligen in Halle-Vilvoorde niet meer kunnen stemmen voor Franstalige lijsten. En dat werd zowel door een aantal Vlamingen gezegd die wilden benadrukken hoe belangrijk die splitsing was, als ook heel vaak door het FDF die dan ook wilde benadrukken hoe dramatisch en hoe vreselijk dat zo'n splitsing niet was. Hè. Zij beweerden dan dat er fundamentele rechten van de Franstaligen zouden geschonden worden door zo'n splitsing, wat natuurlijk ook volledig overtrokken is. En natuurlijk is dat niet zo. Hè. Je kan dat perfect zien bij de verkiezingen voor het Vlaams parlement. Ja. Daar is natuurlijk een provinciale kieskring Vlaams-Brabant. Hè. Daar is niet die link met Brussel. En ja, je hebt één verkozene in het Vlaams parlement, Christian van Eyken van het FDF, die verkozen is op een lijst Union des Francophones, waar de verschillende Franstalige partijen, behalve Ecolo, aan deelnemen en zo. Dus inderdaad, natuurlijk een verkozen halen in Halle-Vilvoorde. Ja, dat is ook maar logisch, hè, als morgen een aantal Chinezen beslist om in Antwerpen een Chinese lijst in te dienen en daar stemmen mee haalt. Goed, dat is natuurlijk perfect mogelijk. Hè. Dat is democratie. Dat is